Vandaag de dag zijn we hier. We doen onze alledaagse dingen. Dag in, dag uit. We werken, we hebben ons werk. We ontmoeten mensen. We hebben deze dagen gekregen van God, die ons in het leven heeft geroepen. En wij hebben een verantwoordelijkheid, niet alleen voor onszelf, maar ook voor iedereen om ons heen. We weten dat in dit land de wetten gelden. Dat iemand die iets steelt zonder ervoor te betalen, een straf krijgt. En door de rechter een uitspraak wordt gedaan. We weten dat er in dit leven, als er iemand ontrouw is buiten het huwelijk om, dat gevolgen heeft voor mensen, hun kinderen en voor degene die direct om hen heen staat. Dit zijn de twee dingen die allebei gevolgen hebben. Maar God heeft het bepaald dat zijn wetten, de geestelijke wetten, nodig zijn om bij hem als gerechtvaardigd te worden gezien en om deel te hebben, als u Christus heeft aanvaard, op het eeuwige leven. Opdat u niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebt. Okay. Dus zegt Hebreeën 9 vers 27, en zoals het voor de mensen beschikt, dat zij eenmaal moeten sterven en daarna volgt het oordeel. Dit is het oordeel van een heilige God. Uw ziel leeft nu in dit lichaam, het tijdelijke verblijf. Maar dit aardse leven is niet voor altijd. Eens zult u sterven. Wanneer is die dag, mensen? U weet het niet. Er is geen zekerheid voor iemand om te zeggen dat hij morgen nog zal hebben. Of dat hij nog langer zal leven. Nee, uw ziel kan vandaag van u geëist worden. Weet u waar u staat? Bij een heilige God. Weet u waar u staat? Voor een heilige God. Niet wat kerken zeggen. Niet wat religies zeggen. Niet wat de filosofie is van het leven. Wat populair is. Wat de maatschappij is. En die tussen broeders twisten brengt. Neem het gebod van je vader in acht. En veronachtzaam het onderricht van je moeder niet. Oftewel, wees je ouders gehoorzaam. 1 van de 10 geboden. Wees niet misleid door wat je om je heen ziet. Wees niet omleid door de bevestiging van mensen om je heen. Want God zal zeker elke zonde straffen. En het is gezegd dat Jezus, die ooit gekomen is, in nederigheid voor deze wereld, om hen voorgoed van hun zonde vrij te zetten, hij die gekruisigd is door de zondaars, de Romeinen en de Farizeeën, dat wie zij zondigen, zij die zondigen, zijn gelijk aan deze mensen die Jezus Christus hebben gekruisigd. Je zou kunnen zeggen, ieder die gezondigd heeft, kruisigt Jezus elke dag. Daarom, wanneer hij terugkomt, zal hij oordelen, niet als een nederige, zal voor deze troon komen te staan. Zie, wij hebben een intelligente ontwerper, een heilige God. Wij zijn geen samenvoegsel van toevalligheden,
of een stel chemische stoffen. Wij hebben een ziel. Wij hebben een verantwoordelijkheid. Onze acties hebben directe gevolgen. In dit leven en in het leven hierna zal alles openbaar worden wat dat was. Nou, er staat in de Bijbel, Jezus, velen van jullie zijn op de weg, op de brede weg naar het verderf. Maar Jezus eist een offer van ons. Hij zegt ons, wie zich zelf verloochent, neemt zijn kruis op zich elke dag. Wij leven niet voor deze wereld. Moet je met de jurk dan doen? Heb je meer succes? Nee. Het is gezegd dat velen deze brede weg op gaan en velen van jullie zijn op weg naar de hel. Wat is de hel? De hel is Gods gerechtvaardige plek waar mensen komen die voor een zonde betaald zullen krijgen wat zij hebben bewerkt in hun leven. De hel, Jezus zegt, het is een plek van kwelling en van eeuwige pijn. Het vuur, waar het vuur voor altijd brandt, voor eeuwig. Zie je in de hemel? Is er geen plek voor zondaars. Want Jezus, die voor ons gestorven heeft, heeft ons een weg hieruit gegeven. Als wij dat negeren en wij gaan door met onze rebellie, dan zullen wij daar eens voor moeten betalen. Zie, dit leven is kort. Het is als de wind wat wegwaait. Het koren dat wegwaait in de wind. Dat betekent dat als u terugkijkt 10, 20, 30, 60 jaar, niets is vergeleken met de eeuwigheid die ons allemaal te wachten staat. Waar zult u dat doorbrengen? De hel is geschapen voor de duivel en zijn engelen. God schept geen behagen in het vergaan van de zondaars. Maar God wil dat iedereen behouden wordt. Als u zich niet bekeert, zult u naar de hel gaan. En mensen, iedereen die zich van hem afkeert en zich niet bekeert, zal hierheen gaan. De hel is eeuwig, de hel is rechtvaardig, de hel is een kwelling. Zoals de rijke man en Lazarus eens zei toen de rijke man daar leefde en al zijn rijkdom, zoals wij zien in de westerse maatschappijen. En hij de arme Lazarus buiten de poort negeerde. En de tijd kwam dat zij stierven. En Lazarus zich bevond in de schoot van Abraham. Om getroost te worden voor al zijn lijden. En toen de dood kwam van de rijke man. En hij stierf en zijn ogen sloeg hij open. Hij ontwaakte, oftewel zijn geestelijke ogen werden geopend. Dat toen hij wakker werd in kwelling en pijniging, schreeuwde hij hem, u hebt uw hele leven gehad. Wat heeft u ermee gedaan? Wat heeft u ermee gedaan? Leeft u voor uzelf? Leeft u in uw lusten? Leeft u voor uw zonden? Of leeft u
om God te dienen met heel uw hart, ziel en verstand. En toen zei hij, ik heb nog 5 broers op deze aarde. Wie zegt hen dat zij doen? Als u en uw rebellie leeft, vandaag, deze dag, wees niet misleid. De werken van de zonde zijn de dood, de tweede dood, de dood van de ziel. De dood van de ziel is het diepste van de mensen zijn bewegen. Wat beweegt de mens? Waar leeft de mens voor? Wat zal hij recht spreken? Zie, velen vandaag denken seks voor het huwelijk te hebben zonder gevolgen. Maar Jezus zei, seks is voor binnen het huwelijk. Een heilig huwelijk. Zie de vele dingen die wij kennen als normaal in deze maatschappij, komen van Gods woord. Gods woord is bekend bij mensen in hun hart en hun verstand. Daarom zal niemand worden afgezien van wat zij hebben gedaan naar hen toe. Iedereen zal zich moeten verantwoorden. Niemand heeft een excuus voor hun. Er is een eeuwigheid na de dood. Wanneer